Laatst kwam mijn eerste verleden tijd verhaal online. Dat ging over dat ik tegen een deur zat in de politiebureau, omdat mijn vader zou op worden gepakt en aan de andere kant stond mijn vader. Als je die video nog niet hebt gezien, kijk die dan eerst. Dit is een vervolg daarop. Het werd zo goed opgepakt, ik heb zoveel reacties erop gekregen dat ik dacht, ik heb dan wel in 2015 een blog geschreven erover, wat daarna kwam. Over het onderduiken en alles. Maar ik denk dat de meeste mensen die die video hebben gezien, dat niet kennen. En die blog nooit hebben gelezen. Het is toch een paar jaar geleden. Ik kon heel veel mensen toen ook nog niet. En ik denk niet dat iedereen het er helemaal terug heeft gelezen. Dus vandaar besloot ik om het ook een keertje op video te doen. Misschien komt het beter uit mijn woorden. Misschien kan ik het mooier verwoorden. Ik zou nog ineens weten wat ik in 2015 toen heb geschreven. Ik lees eigenlijk zulke dingen expres nooit terug. Omdat ik vind, het moet blijven zoals ik het toen heb gedaan. Maar juist omdat er zoveel reacties kwamen, heb ik besloten om toch een video ervan te maken. Want wij kwamen na het politiebureau, werd ik in een kamertje geroepen bij mijn moeder. Hier kregen we de volgende informatie. Jullie gaan straks naar het huis waar jullie hier wonen. Jullie pakken een paar spullen, gewoon een paar kledingstukken. Je portemonnee, gewoon de belangrijkste dingen die je nodig hebt. Niet onzin dingen, echt de belangrijkste dingen die je nodig hebt. Daarna, wij werden dat met de politie gedaan. De politie werd op de hoogte gehouden wanneer mijn vader vrij werd gelaten. En dan zorgden wij dat we weg waren en naar het hotel gingen. Mijn zus die was toen bij een vriendin in een oud bijland. Die zat daar op school en die konden niet zomaar 1, 2, 3 van school af. Dus wij wilden echt dat ze dat gewoon konden. Zij mocht daar dus blijven bij een vriendin. Mijn moeder en ik werden in een hotel gedropt. Een van de dingen waar je niet op hoopt als kind en als moeder zijnde, is dat je samen op zo'n kleine oppervlakte in een hotelletje wordt gedaan. Ten eerste moest mijn moeder alles nog regelen. Want ja, voordat we een opvangtehuis zouden krijgen, moest er heel veel geregeld worden. Dat was niet geschikt eigenlijk voor mijn oren, maar je bent er toch bij. Je blijft vlakbij thuis. Dus de angst is er dat hij ineens voor je deur staat of wat dan ook. En daar hoop je gewoon niet op. Mijn zus is heel eventjes nog bij ons geweest. Met z'n drieën was het nog kutter op een kamer. Maar die tijd, ja, het moet gewoon even. Je at in het hotel. Je sliep in het hotel. Het was meer een hostel of hoe je het ook wil noemen. En ja, je zit er gewoon op elkaar gewezen. Je komt dichter bij elkaar toe. Maar de angst is aanwezig. Mijn moeder en ik werden daarna in een eerste opvangthuis gegooid. Aan de ene kant zat een voltehuis en wij werden een noodgebouw gestuurd. Daar was niemand. Ze zeiden, we hebben nog als het goed is wel wat eten voor je in de vriezer. Alleen, het is niet veel. Dat was ook zo. Wij keken in de koelkast, geen drinken. Dat is geen probleem, want je bent al blij dat je onderdak hebt. En je hebt altijd water uit de kraan. Wij keken in de vriezer, daar lag één pizza. Die pizza kan ik me nog als de dag van vandaag herinneren. Want wij hebben hem samen opgebakken. Wij hebben hem samen doormidden gesneden. En gezamenlijk gegeten en met honger eigenlijk naar bed gegaan. Wij zouden daar 3 dagen of zoiets blijven. Dat is het ook gelukkig geweest, want het was echt vreselijk daar. Als kind zou ik me ook nog ineens meer echt voor me kunnen halen. Ik weet alleen dat het een soort van flatje was en het gewoon in een achterbuurt was. Mijn moeder en ik zijn toen stiekem nog met de tram naar de markt geweest in Rotterdam. En daar hebben we van een van onze laatste beetjes geld, hebben wij daar kibbeling gekocht. En hebben we samen die opgezitten eten. En gewoon even gelopen over de markt. Mijn oma stond ergens op een hoek te wachten. Ik, mijn moeder en mijn oma kunnen die dag nog steeds herinneren. Tenminste, mijn oma is overleden, dus die hopelijk kan, ja, ik weet niet hoe dat zit, maar die gaat het niet meer herinneren. Maar voordat ze stierf, kon ze het nog steeds herinneren. Ze weet nog steeds hoe bang wij waren, hoe angstig we daar rondliepen, maar ook even ontluchtig waren, omdat we daar konden zijn. Maar zoals ik zei, het was echt een horrorplek, daar wil je niet zijn. Gelukkig werden wij toen in een groot opvanggezin gezeten. Ergens in Rotterdam, ik ga niet de locatie vertellen, maar voor mij blijft het en is het altijd een speciale plek. Heel af en toe kom ik er nog wel eens langs en dan moet ik altijd weer even kijken. Ik zou nog ineens weten of het nog steeds een opvangtehuis is, maar het was er toen een hele mooie.
Je moet het zien. Daar zaten iets van 5, 6 gezinnen. Dus er waren heel veel regels. Kinderen moesten op tijd naar bed. Ouders moesten koken gezamenlijk. De afwas moest gezamenlijk gebeuren. Schoonmaken moest samen. Alles moest samen. Alles stond in de regels. Niks was zonder regel bedacht. Overal waren camera's. 24 uur werd dat bewaakt. En je mocht eigenlijk niet zonder dat je het meldde ergens heen. Dit betekende voor mij dat ik moest kiezen. Of ik zou naar Rotterdam op school gaan. Of ik zou huiswerk krijgen van mijn oude school. Maar ik moest in ieder geval leren. Want die andere kinderen gingen ook tussen de middag naar school. En die moesten ook dan weer onder begeleiding weer terug worden gebracht. Wij hebben ervoor gekozen, omdat ja, het was toch wel een hectische periode, om het huiswerk zelf te doen. Ik maakte het, ik leverde het in op school. Of ze kwamen het ophalen, ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar ik moest het maken. En zo zorgde ik dat ik toch nog wat leerde. Want ja, in groep 4 begin je net met je leven. Dus je moet niet achterkomen gelijk al. Nou, dat gedaan. Merkte ik heel erg dat vanaf dag 1 trok ik gelijk met die kinderen op. Je zit in hetzelfde schuitje, je bent allemaal bang, je zit stress. Je moet ontluchten. Wat hebben wij dus bijvoorbeeld gedaan? Wij hebben allemaal koffiedingen, theezakjes, suiker hebben we allemaal zitten pikken uit de keuken. Hebben we 1 grote regenton hebben we dat buiten ingeflikkerd. En hebben we gewoon een enorm soepje gemaakt. Ging meur als de pest. Alleen we hadden er heel veel plezier uit. En we hebben er ook nooit op onze kop gekregen. Misschien juist omdat we er zoveel plezier uit hebben gehaald. En juist omdat het even ontluchting was en die mensen wisten ook wel donders goed hoe het zat. Hebben we daar nooit problemen mee gehad. We speelden met elkaar, we deden spelletjes met elkaar. S'avonds moesten we vroeg naar bed. Wat deden wij? We hadden allemaal een DS, dat was in die tijd. En we deden de chatfunctie aan en we gingen gewoon de hele nacht doorpraten met elkaar. Zo weet ik ook nog, naast dat, heb ik mijn tante, daar hebben wij ook een tijdje moeten onderduiken en wat dan ook, hebben we een tijdje geslapen. Met dat gezin ben ik heel hecht. Ik zie dat als mijn tweede gezin. Die man van haar is helaas overleden, maar gelukkig hebben ze wel een nieuwe vriend gekregen. Alleen, ik weet nog wel wat mijn neef toen heb gedaan. Dat zou ik nooit vergeten. Stuk voor stuk waren het echt schatten. Maar mijn neef kwam ineens met een DVD-speler. Het was gewoon een soort van laptop, maar dan alleen voor DVD's. Die kreeg ik, omdat ik, ja, voor 8 uur moest ik naar bed al. Ik kan toch niet slapen. Hij zei, dan heb je in ieder geval wat te doen. En zo, ja, zo kan ik de dag van vandaag nog steeds herinneren dat ik mijn eerste Spider-Man film heb gezien. En dat zal me altijd bijblijven. Want ik keek gewoon ik had 1 DVD of zo had ik bij. Dat was van hem, van Spider-Man. En die bleef ik opnieuw kijken. Elke avond weer. Zodat ik in ieder geval iets te doen had. Ik verveelde me als de pest. Je moeder en je zus zitten nog beneden te wachten. Omdat die nog wel mogen slapen, later mogen slapen. Maar jij moet per se op je kamer zitten. Je rent af en toe naar je vriendje stiekem over de gang. Om even nog wat te doen. Maar je moet in je kamer zitten en overal zitten camera's, dus je wordt echt in de gaten gehouden op de gang. Dat was best wel een zware periode. Maar ondanks die zware periode, weet ik ook nog wel, in die tijd was de film Afblijven was uit. In die film zit het liedje Vlinders. Ik denk alle kinderen van mijn leeftijd, jongeren, die kennen dat liedje wel. Ik luister hem op de dag van vandaag nog steeds af en toe. Hoezo? Omdat wij in dat opvangtehuis hadden wij een mooi moment ermee. 2 kinderen die dansten op dat liedje. Alle ouders klapten en juichten en die keken naar die kinderen omdat we hun vermaakten. Maar ondertussen gingen wij aan de andere kant van de tafel, gingen wij er onderdoor. En hebben wij iedereen's schoenen hebben wij aan elkaar vastgebonden. Zodat als wij klaar waren en wij snel weggingen, dat iedereen aan elkaar vast zaten of de stoelen zaten nog aan hun vast. En ze moesten vanzelf hierna gaan koken. Dus ze hebben doorgehad. Wij hebben ons doodgelachen. Dat was een van de momentjes dat je even de opluchting hebt. Even weer kind bent. En gewoon even lekker je ding doen. Dat zal me altijd bijblijven. Van die koffiezakjes. Het veten strikken. En stiekem met elkaar praten via de DS. Dat zal me altijd bijblijven. Ik baal ergens ook van dat ik die kinderen toen uit het oog ben verloren. Mijn moeder is ooit eentje daar nog van tegengekomen. Alleen ik heb ze nooit meer gesproken daarna. Want wij vonden best wel snel een huis in Puttershoek weer. En
Het was wel vlakbij mijn vader, maar dat heeft mijn moeder expres gedaan. Wij konden nog naar onzezelfde school. De angst was er wel nog voor mijn vader, maar als wij ooit weer contact met hem wilden hebben, dan kon dat. Achteraf misschien niet de slimste keuze geweest, maar mijn moeder vond het de beste voor ons. Dus ze offerde zichzelf op. Zoals ze vele keren heeft gedaan voor ons, was dat ook weer een van de offeringen. En daar ben ik er heel dankbaar voor. Achteraf denk ik dat wij als kind zelf ook hebben moeten zeggen van, ma, misschien is het niet verstandig. Maar toch, ze deed het uit liefde en daar ben ik er heel dankbaar voor. Het onderduiken zelf, ik heb er best wel veel van geleerd. Ik kijk er ook anders naar andere mensen die moeten vluchten. Ik zou bijvoorbeeld altijd een vriend of vriendin of wat dan ook, een kind van waar mijn kinderen mee bevriend is, zou ik altijd in huis nemen als die ooit zulke problemen komt. Omdat je weet hoe het is. Hetzelfde met oorlogsgebieden. Ik kijk er anders naar. Ik vind het wel goed dat mensen kunnen vluchten en dat we mensen kunnen opvangen. Omdat het moet. Je vlucht niet omdat je het naar je zin hebt. Je vlucht omdat het echt nodig is. Je gaat niet zomaar alles achterlaten. We hadden niks. We hadden een paar kledingstukken. We hadden een klein beetje geld. En ik had mijn DS. En dat was het. We hadden verder niks, want alles lag thuis. Want je hebt maar 10 minuutjes om je spullen te pakken. En sommige mensen hebben die 10 minuutjes nog niet eens. Die gaan vertrekken zonder iets. Die vertrekken alleen. Ik had mijn moeder en mijn zus nog. En vooral mijn moeder. Mijn zus die was natuurlijk ook op een andere plek. Dus ja, je weet hoe dat missen van familie is. En daarom zou het me altijd bijblijven. En juist ook die leuke momenten kan ik me goed herinneren. Want je weet als kind zoek je die dingen op. Je zoekt de ontluchting. Het kibbeling met mijn moeder kopen. Ik zou het nooit vergeten. En het zijn die kleine dingen die je even kan laten ontluchten. Even laten ontsnappen van de werkelijkheid. Want het was een kutperiode. Het was wel een kutperiode met heel veel mooie momenten. En dat is een van de redenen dat ik zo close met mijn moeder ben. Denk ik. Dat is een van de redenen. Durf ik wel te stellen. En ik kan ook alles tegen haar vertellen. We kunnen alles tegen elkaar vertellen. En als we ooit in zo'n situatie weer komen, ik hoop het niet. Maar dan liever wel met haar. Want ik weet dat wij het samen redden. En met mijn zus erbij. We zijn een hecht team. En dat komt ook doordat. En het laat alleen maar zien hoe creatief je wordt in zulke situaties. Want je moet nou eenmaal. En dat is het. Je moet. Dus je doet het maar.